vraag van de klant kwam eigenlijk uit een probleem dat er heel veel kilometers kademuur vervangen moeten worden en gerenoveerd moeten worden op jaarbasis. En dat lukt niet. En de vraag die dan de klant heeft bij dat probleem is, help ons om die kilometers wel te maken. Nou, de voordelen van onze oplossing die zitten vooral in het feit dat we minimale hinder hebben tijdens de realisatie. Dus we nemen maar een beperkt aantal parkeerplaatsen weg, omdat we maar 5 meter kademuur oppakken. We moeten 1, misschien 2 woonboten tijdelijk verplaatsen om die moot te kunnen maken. En de bomen kunnen blijven staan. En die voordelen samen, die maken dat onze oplossing de minste hinder genereert voor de bewoners van de stad. We zijn een samenwerking tussen Sweco, Strakke, Oosterhof, Holman en Combinatie Midden-Delfland. Deze vier partijen doen we dat samen mee. Ja, wat wij heel sterk in ons hebben in die combinatie zijn de verschillende expertises. Dus we brengen uitvoeringsexpertise, engineering, maar ook innovatiekennis samen. En al die bouwstukjes die resulteren dan in onze mooie Easy Flow. Dus dat was echt heel erg leuk om te zien. Nou, de uitdaging van het project is dat het een innovatiepartnerschap is. Voor het eerst dat ik weet in Nederland dat dat zo uitgevraagd is. Dus de markt wordt gevraagd om te innoveren. Dus ja, de oplossing die gekomen is de Easy Flow. Het is echt een product van ons alle vier. Dus dat is ook heel mooi hoe zo'n proces gaat. We hebben heel veel brainstorm sessies gehad, intern, extern, met elkaar, met z'n vieren. En ik weet het nog goed, het was de pizzaavond dat twee ideeën bij elkaar gebracht werden. We waren nog een beetje kritisch naar elkaar, maar uiteindelijk zijn we tot een soort combinatie van die twee plannen gekomen. En dat is echt heel goed gevallen. Ja, heel bijzonder. Nogmaals, het is een technisch en uitdagend project, maar ook qua samenwerking. En uiteindelijk moet ook de innovatie boven komen drijven. Daar is het hele innovatieproces op ingestoken. Dat je zoveel mogelijk kennis probeert te trechteren en daar de goede dingen uithaalt. En dat is heel enerverend. Daar krijg je energie van. En nogmaals, het is ook de mooiste plek in Nederland natuurlijk om te werken. Ondanks dat het moeilijk is om hier te werken. Maar de grachten in Amsterdam, die staat iedereen wel op het netvlies, denk ik. En daar gaan we gewoon wat moois van maken. Ik heb daar zelf een mooie bijdrage aan kunnen doen door het team verder te helpen in dat proces. Dat vond ik zelf heel erg leuk. Dat gaf mij echt gewoon veel plezier. Ik vind het een ontzettend gaaf project om aan te werken. Qua complexiteit van belangen bij elkaar komen, kan het niet ingewikkelder en dus uitdagender dan werken in de Amsterdamse binnenstad. Dus vanuit mijn professionele blik, dit is de uitdaging. Hier willen we de goede oplossingen maken in de binnenstad van Amsterdam.